Pam, 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 tekenen met Rick. Superleuk! Man. Dames en heren, koeken en puree! Gelukkig nieuwjaar nog en welkom bij deze nieuwe video. En hier hebben we... Ja, ja, Henk en Annie. Kennen jullie ze al? Hier zijn ze! Hoe heb ik dat ding? Oh, ik zag het nog wel. Hallo, Rick, Henk en Annie hier. Hallo. Wij hebben begrepen dat jij kan tekenen ofzo. Oh, wacht, het waait hier een beetje hoor. Hij hoort ons denk ik helemaal niet hoor. Denk je? Ja. Nou ja, anders dan doet hij ondertiteling ofzo. Oh ja. Rick, jij kan tekenen, heb ik begrepen. Ja. Nou, heb je ook een talent gelukkig. Wij zijn lekker aan het fietsen. En dat zouden we graag getekend willen zien. Maar ik zonder buikje en gewoon even lekker een gespierde man. Ik ben een gespierde man met ontbloot bovenlijf en dan rond allemaal vrouwen die om me heen fietsen. Nee, wacht eens even. Ik moet er ook op, hè. Maar ik kom maar... Annie in bikini erbij dan. Oké, niet al die vrouwen. Annie in bikini ook op een fiets. Dat lijkt me heel leuk. Dankjewel, Rick. Ik weet niet of het daar af is. Moet ik ook een rondje klikken hier? Ik wil helemaal niet vertellen. Is dat hier? Oké, fietsen dus. Nou, dat gaan we dus doen. In bikini. Nou, oké, dan beginnen we met het lichaam van Henk. Je ziet al dat hij met één been staat hier recht overeind om die trapper aan te duwen. Verder zie je al een beetje een sixpack ontstaan met een spiermassa. En zoals je ziet, ja, handen zijn altijd heel lastig te tekenen. Hier, kijk, het vuistje dat staat. Nu die duim nog, dat is ook altijd een heel gedoe. Ja, dit lijkt erop, dus dat gaan we doen. Hier, nog een ander armpje. Hij doet echt een beetje zo van... kijk, hier ben ik. Ik ben Henk. Goed, hier nu zijn haren. Hij heeft een flinke bos haren voor zijn leeftijd. Dus die wapper ook lekker naar achter in de wind. Hier zie je dat. Ja, ik snap ook niet. De meeste mensen horen kaal rond die leeftijd, maar ja, Henk niet. Hier zijn bril. Zijn verduisterde bril en zijn immense snor. Hij heeft echt een hele grote snor. Die gast heeft meer haar op zijn bovenlip dan ik op mijn hoofd. Non de ju. Zijn oogjes, zijn norse wenkbrauwtjes. Ja, kijk. En dan de volgende. Oh, hier nog. Ja. Oké, hier de volgende. Dat is Annie. Annie met haar degelijk kortpittige kapseltje. Nou, iets langer dan een standaard kortpittig kapseltje moet ik zeggen. Maar zij hangt helemaal voorover gebogen. Om tegen de wind in te fietsen, want zij fietst voorop. En ze zit echt helemaal gebogen. Kijk, dat been, dat raakt bijna al hand aan. Oh, en ja, daar een beetje de uitgelebberde mem. Hier ook een verduisterend brilletje, want daar hebben al die oudjes altijd. Zo, als je buiten komt, dan wordt ze ineens donker, een zonnebril. En als je binnen bent, dan is het een normale bril. Oh kijk, hier teken ik de tandem. Ze fietsen op een tandem, want er is niks degelijkers in het leven dan fietsen op een tandem. Dat doen ze dus. Annie voorop. Henk achterop, die shined met alle eer. Maar fietsen is ook altijd heel lastig om te tekenen hoe dat mechanisch in elkaar zit. Dat moet allemaal kloppen. Dus vergeef mij als er een foutje in zit. Ik doe mijn best. Ja, dat stuur, dat klopt nergens naar, maar ik vind het wel een grappig ontwerp dat het helemaal laag hangt. Kijk, hier de trappertjes. Ja, die moeten wel evenredig zijn. Ja, ik maak het gewoon met vormen, want simpeler kan niet. Hier, ik kopieer het een naar het ander, want ze hebben precies dezelfde beenlengte. En we gaan inkleuren. Uiteraard hier lekker het geelse huidskleurtje. Ik denk dat je dat veel gaat zien, want ze zijn allebei bijna naakt. Ja, dan moest ik in bikini en Henk met een ontbloot bovenlichaam. Zijn bruine haartjes, die hij waarschijnlijk nooit wast. Maar dat maakt niet uit, je kunt geen tekening ruiken, dus dat scheelt. Spijkerbroekie, riempie om, echt zo'n standaard kleertjes, zeg maar. Witte sokken. Annie, een beetje van zo'n bordeaux, paars, rood haarkleur. Met daaronder, ik weet niet of je het net zag, nog wat blonde haartjes. Want ik weet niet, zijn volgens mij van die extensions. Je ziet er altijd nog gekleurde haartjes onderuit komen. De fiets groen, een groene fiets. Dat was vroeger een winkel hier in Venray. Hier de bandjes. En je ziet de spaken hier omdat ze al snel op en neer gaan. Dus vandaar die snelheidslijnen. Ja, kijk.
En dan gaan we uiteindelijk de video afsluiten met weer lichtinval. Dit keer geen schaduw, daar heb ik geen zin in. We gaan nu werken met lichtinval. Ook op die stangen, dat ze een beetje glanzen. Dan moet dat aanduiden in ieder geval. De haartjes van Annie. De reflecties van de bril, heel belangrijk. En dan ga ik ze nu photoshoppen in een animatieachtergrond. En hier is het eindresultaat. Ik heb er een fast blur overheen gezet, zodat het lijkt alsof ze heel snel gaan. Op de achtergrond dan, hè. Maar aanschouw, dit is hij. Nou, jongens en meisjes. Ik hoop dat deze tekening de verwachtingen van Henk en Annie overtreft. En ik zou ze graag de groetjes willen doen bij deze. Dus als jullie kijken, de groetjes. Vergeet niet te abonneren, dames en heren. En op het like-knopje te drukken. En ook op het belletje, want blijf je op de hoogte. Later!